Met Deadpool in de bios en Kojima als grote naam in de gamewereld is het doorbreken van de vierde muur misschien niet zo uitzonderlijk meer. The proposal. Maar als je het niet aanziet komen, zorgt het wel vaak voor memorabele gamemomenten. We hebben 10 onverwachte fourth wall breaks op een rijtje gezet die wij nooit meer gaan vergeten. Maar wees gewaarschuwd, daar zitten dus ook wat spoilers bij. En bij Kojima gebeuren dit soort metamomenten zo vaak dat we die vandaag niet bespreken. Je zou een Kojima eigenlijk wel een hele video kunnen wijden en misschien doen we dat binnenkort ook wel. Als het gaat om het doorbreken van de vierde muur is Eternal Darkness, Sanity's Requiem, een klassieker. De personages hebben het niet makkelijk, want ze worden stuk voor stuk tot waanzin gedreven. Deze GameCube game probeerde dat ook bij de speler te doen, door vreemde dingen te triggeren zodra de sanity meter de verkeerde kant op gaat. Als je personage gek wordt, krijg je tv bijvoorbeeld kuren. Het volume van de game verandert uit zichzelf, soms verandert de tv van kanaal en geeft je controller uit zichzelf inputs. Als klap op de vuurpijl gaat de game uit zichzelf naar het hoofdmenu, wordt jouw savefile geselecteerd en verwijderd en krijg je de befaamde blue screen of death op je scherm te zien. Dit alles gebeurde ook nog eens in 2002. Toen waren mensen al helemaal niet zo bekend met het idee van de fourth wall break. Inscription is een vrij bizarre game. Het is een deckbuilder waarbij je tussen de potjes door puzzels oplost in een spooky escape room-achtig hutje. Als je bekend bent met de games van Daniel Mullins, zoals Pony Island, weet je wel een beetje wat je kunt verwachten. Weer de taferelen. De game is een ontdekkingstocht op zich, maar we gaan het hebben over één eindbaas. De Archivist. Eerst vraagt de game je om toestemming te geven tot je bestandenbibliotheek, zodat de game bestanden kan verwijderen. Als je op nee klikt, verandert de knop alsnog in ja, waardoor je eigenlijk geen keuze hebt. De boss vraagt je om een bestand te kiezen van je PC of console. Hoe groter het bestand, hoe meer schade je doet. Maar als je het gevecht verliest, wordt het bestand dat je hebt gekozen permanent verwijderd. En als je het bestand van Inscription zelf kiest, of een van de andere games van Daniel Mullins, levert de boss daar ook weer commentaar op. Of je bestanden dan ook daadwerkelijk verwijderd worden, ja, dat mag je zelf lekker uitproberen. Maar ik zou je diploma of je huurcontract niet kiezen. Het idee van fake-out credits hebben we vaker gezien. Credits die beginnen te lopen terwijl de film of game nog helemaal niet is afgelopen. Borderlands 3 doet het ook. Na het verslaan van de eindbaas geeft Tyrene een harde map op een van de camera's, waarop ze wegloopt en verdwijnt. Het logo van de game verschijnt in beeld, met daarna de tekst To be continued in 4. Dat suggereert natuurlijk dat we in de volgende game pas het slot van het verhaal meemaken. Maar na een paar seconden begint het 4 weer af te tellen en begint het laatste deel van de boss fight. Waarvoor we dus gelukkig niet hoeven te wachten tot het vierde deel. Ja, de humor van Borderlands 3 was niet altijd even sterk, maar dit is een van de grapjes in de game die wel goed was. Zelda staat niet bepaald bekend om grote mindfuck momenten, maar er wordt met de puzzels vaker wel dan niet out of the box gedacht. Een goed voorbeeld daarvan zit in The Phantom Hourglass, die op de Nintendo DS verscheen en 2 schermen handig gebruikte. Tijdens deze puzzel zie je op het ene scherm Link in de dungeon staan, terwijl je op je andere scherm je kaart bekijkt. In The Temple of the Ocean King ben je op zoek naar een kaart naar een spookschip. Gelukkig krijg je daarbij een hint. Je moet de Sacred Crest, die voor je in de dungeon staat, op je zeekaart drukken om het over te dragen. Die Sacred Crest bevat een gespiegelde versie van de wereldkaart. Maar ja, hoe je de Sacred Crest op je zeekaart moet drukken, dat wordt niet uitgelegd. Maar je kunt de puzzel niet in de game oplossen. Je moet hem oplossen door je Nintendo DS dicht te klappen. Dan komt de kaart van de Sacred Crest namelijk op het scherm te liggen waar jouw kaart op afgebeeld staat. Als je je DS dan weer openklapt, staat er een afdruk van de kaart op het andere scherm. Het is een van de meest geniale puzzels in Phantom Hourglass, maar ook een van de meest frustrerende. Hoe dan ook, het is een briljante manier de 2 schermen van de DS in de puzzels te betrekken. De Blood & Wine uitbreiding van The Witcher 3 heeft waarschijnlijk het meest emotionele fourth wall moment van dit lijstje. Als je The Witcher 3 hebt uitgespeeld, heb je minstens een uurtje of 50 in de game zitten, maar laten we eerlijk zijn, waarschijnlijk staat die teller nog wat hoger. En als je bovendien allebei de uitbreidingen hebt gespeeld, kun je daar nog tientallen uren bij tellen. Het is ook nog eens het derde avontuur met Geralt, dus we kunnen veiligstellen dat veel spelers al heel wat uurtjes met hem hebben doorgemaakt. Aan het einde van deze uitbreiding zit Geralt rond een kampvuur met zijn oude maat Regis, onder het genot van een wijntje. Als Regis zegt dat de 2 wel eens even pauze verdiend hebben, zegt Geralt dat hij het daar wel mee eens is.
waarop hij heel even de camera inkijkt en een vriendschappelijke blik naar de speler werpt. Ja, Geralt, wij hebben ook wel even pauze verdiend na al deze avonturen. Of bedoelde hij dat hij een pauze van een jaar of 10 ging nemen na The Witcher 3? Fuck. Over deze specifieke fourth wall break kunnen we kort zijn, want het is vooral een korte knipoog, maar wel een hele leuke. In een gesprek tussen hoofdpersoon Sebastian en het personage O'Neill vallen de woorden evil als het gaat over de wereld van de game. O'Neill zegt dat hij koste wat het kost niet meer naar buiten gaat, waarop Sebastian de titel van de game in een zin verwerkt. It's fucking evil out there. That may be, but there's evil within too. Met nog een lekker overdreven blik in de camera is het bijna onmogelijk om dit te missen. Maar het gebrek aan subtiliteit maakt het alleen nog maar leuk. Hey, haha, fucking with the mind. Ja, een fourth-wall grapje inderdaad. De RPG Bravely Default verscheen op de 3DS en deze game maakt slim gebruik van de camera. Gedurende de game wordt er gehint naar de Celestial Realm, waar krachtige wezens leven. En er wordt al eens gezegd dat de hoofdpersoon een Celestial in zich heeft. Op het einde van de game neem je het op tegen de Ouroboros. Tijdens dit gevecht zie je een Celestial uit de Celestial Realm op de achtergrond, via de camera van je 3DS. Het blijkt dat onze wereld de Celestial Realm is en dat jij de Celestial bent waar de hoofdpersoon aan verbonden is. Het wordt nooit ronduit verteld, maar net genoeg om het in het midden te houden. En het gebruik van de camera tijdens het laatste gevecht bevestigt dat dit het geval is. Bravely Default is niet de enige game waarin het gevaar naar onze wereld dreigt over te stappen. De grens tussen onze wereld en die van de game Tunic is volgens de game minder stevig dan we denken. De game bevat al tientallen referenties naar onze wereld. Je verzamelt namelijk de pagina's van een handboek voor de game zelf, die verspreid zijn door de spelwereld. Die is weliswaar in fictieve taal, maar uit de beelden kun je genoeg halen om de geheimen van de wereld te ontcijferen. Er is een personage in de game die wetenschapper is en die komt erachter dat de wereld die van een game is. Hij heeft op zijn krijtbord een game cartridge getekend met de tekst ons universum erbij. De game speelt zich dus ook daadwerkelijk af in een wereld in een cartridge. De endgame puzzels zijn ook briljant bedacht, maar die gaan we natuurlijk niet allemaal voor jullie verklappen. Op het einde van één van die puzzels verschijnt een zin in de fictieve taal van de game. En als je die vertaalt, krijg je de zin "Do you fear the eyes of the far shore?" Typ dit in je browser in als URL en je krijgt een website waarin je aangestaard wordt door drie onheilspellende ogen die rechtstreeks uit de game komen. Dit is een verwijzing naar een poging van de wezens uit de wereld van Tunic om naar die van ons te komen. De zogenaamde Eyes of the Far Shore staren naar onze wereld met een poging daaruit te ontsnappen. Tunic bevat veel toffe shit, maar dit is veruit de meest indrukwekkende brug die wordt geslagen tussen de wereld van de game en die van ons. Hoe je het precies wilt interpreteren is aan jou, maar het is in ieder geval een indrukwekkend einde van de puzzel. De puzzels van Monkey Island 2 zijn soms best ingewikkeld, omdat ze in point-and-click stijl maar één oplossing hebben die niet meteen voor de hand ligt. Gelukkig is daar de telefoonlijn met hints, die vroeger zo gebruikelijk was. Waar we nu alles online op zoeken, moest je vroeger een speciaal telefoonnummer om hulp bellen, om een hint te krijgen over hoe je verder komt in de game. Gelukkig kun je in de Dinky Island Forest in-game een hulptelefoon vinden. Als je een beetje doelloos door het bos wandelt, kom je op een gegeven moment bij een telefoon. Als je die gebruikt, belt de hoofdpersoon de LucasArts helpdesk om hulp te vragen. Hiervoor krijg je een achievement en als je weer wegloopt, kom je uit op het strand, zodat je verder kunt met de game. Hades 2 is nog in early access, maar heeft nu al een moment waardoor het een plekje in deze lijst verdient. De eindbaas van de game is Kronos, een van de titanen. Hij is eigenlijk de personificatie van tijd. En als je de game op pauze zet tijdens het gevecht, zegt Kronos dat hij als meester van de tijd de enige is die de tijd mag manipuleren en dus haalt hij de game doodleuk weer van pauze af. Als je de game dus even op pauze wilt zetten om je grote broer of zus het vuile werk op te laten knappen, heb je dus pech. En deze laatste fourth wall breaker is een doordenker, maar dan wel een van de slimste van de lijst. Spec Ops The Line lijkt op het eerste gezicht een Call of Duty-achtige shooter. Je bent als Amerikaanse soldaat de good guy, knalt de bad guys af en aan het einde van de game heb je weer wat mensen aan de vrijheid geholpen. Naarmate je verder in de game komt, blijkt het allemaal niet zo zwart-wit te liggen. De hoofdpersonen wandelen steeds verder een moreel grijs gebied in en zijn zich er niet meer zo zeker van dat zij de helden zijn. De laadschermen beginnen langzamerhand de speler direct aan te spreken.
Spec Ops The Line kaart niet alleen de gruwelijke werkelijkheid van oorlog aan, maar kaart ook aan hoe het in andere oorlogsgames wordt verheerlijkt als een spel met goed zakken en slechterikken waar wij als speler ver vanaf staan. De laadschermen bevatten zinnen als deze. Moorden voor eigen belang is strafbaar, moorden voor de overheid is heldhaftig en moorden voor entertainment is schadeloos. De speler wordt constant geconfronteerd met de vraag of hun acties wel heldhaftig zijn en of het oké is om onschuldige en ongewapende mensen dood te schieten in een game, omdat het toch niet echt is. Er is eigenlijk geen manier om Spec Ops The Line te spelen zonder gruwelijke dingen te doen en dat maakt de game eigenlijk nog maar sterker. Nou, dat waren ze dan. De beste 10 fourth wall breaks waardoor wij ons kaakgewricht naderhand even op moesten rapen. Het waren er trouwens stiekem 11, maar dat had je waarschijnlijk niet eens doorgehad. Oh, en trouwens nog een eervolle vermelding voor Doki Doki Literature Club. De game is gratis te downloaden op PC en kost je maar een paar uurtjes. Dus dan kunnen we hem beter aanraden dan op deze lijst zetten.